De afgelopen weken stonden in het teken van wisselvallig herfstweer. Oktober was een hele natte maand met ook weinig ruimte voor de zon. Temperatuur lag wel aan de hoge kant en vooral dat regenwater zorgde ervoor dat de weerfoto's er momenteel zo uitzien. Het is op sommige plekken in het land echt kletsnat. Nou, om dat herfstachtige plaatje helemaal compleet te maken, denken veel mensen aan storm. En die hebben we inmiddels ook al 2 keer gehad. Afgelopen donderdag de 2e officiële herfststorm van dit seizoen. Nou, een storm is een lage drukgebied. En als we dan naar de komende week gaan kijken, zien we dat we voorlopig nog niet van die lage drukgebieden af zijn. In Nederland, maar ook in de landen om ons heen, blijft de luchtdruk aan de lage kant. En het zijn de lage drukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan met die westelijke stroming eigenlijk continu richting het westen en noorden van Europa gevoerd worden. Het is iets rustiger in het zuiden van Europa, in het Middellandse zeegebied, bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, ook net het zuiden van Frankrijk en het zuiden van Italië profiteren daar een beetje van mee. En daar komt de temperatuur ook af en toe nog wel rond 25 graden uit. Groot contrast dus met het weer bij ons in Nederland. Nou, en als we dan even de neerslaggebieden voor diezelfde week ernaast leggen, dan zien we ook dat het bij ons kletsnat blijft. Als we even naar Nederland in wat meer detail gaan kijken, zien we 30 tot 60 millimeter bovenop het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar vooral het westen van Nederland, ook een deel van de Noordzee, daar zijn die groene kleuren nog net even een stukje donkerder, wat aangeeft dat we daar de meeste neerslag kunnen verwachten. Nou, waar de hoge drukgebieden liggen in het Middellandse zeegebied, daar is het net een fractie droger. Ik noemde net al even de Noordzee en de kustgebieden. En als we dan even de neerslagsom van dit moment erbij pakken, zien we heel kenmerkend voor deze tijd van het jaar dat de kustgebieden van Nederland het meest gevoelig zijn voor buien. En zeker met een wind die vanaf zee komt. Het zeewater is in deze tijd van het jaar relatief warm, terwijl het land al wat sneller begint af te koelen. En op het moment dat de wind dan vanaf zee komt en botst met het land, wat meer weerstand voelt, wordt die lucht opgeleid. Getild. En dat zorgt ervoor dat de meeste buien dan in de kustgebieden voorkomen. En dat zien we dus ook mooi terugkomen in die weerkaart van het Europees weermodel. Nou, dat over de neerslag. Gaan we even weer terug naar de luchtdruk en gaan we nog wat verder vooruitkijken. Eind november, 20 tot 27 november. En dan zien we nog steeds wel een signaal voor een wat lagere luchtdruk. Maar het is niet meer zo heel uitgesproken als in de eerste week, de kaart die we net zagen. En ook in het zuiden van Europa is er nog een licht signaal overgebleven voor het aanhouden van die hoge drukinvloeden daar. Dus met deze weerkaart zou ik bijna wel durven zeggen op de lange termijn maar weinig verandering. Er lijkt niet een heel groot hoge drukgebied aan te komen. En ook die westenwind houdt dan waarschijnlijk nog stand. Nou, een westenwind voert over het algemeen ook relatief zachte lucht met zich mee. En dat zien we ook terug in de temperatuurkaart. Nederland heeft een lichte afwijking bovenop het gemiddelde. In Scandinavië wel aan de koude kant. In het zuiden van Europa daar de grootste afwijking. Zo'n 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. En helemaal achter mij in Azië, daar is het het allerwarmst. Met maar liefst 3 tot 6 graden bovenop het gemiddelde. En nog even de Alpenlanden eruit lichten. Daar een klein blauw vlekje, de eerste sneeuw wordt alweer aan de zuidflank van de Alpen verwacht. Dus het winterseizoen komt daar heel voorzichtig op gang. Nou, met deze temperatuurkaart in Nederland van winterse perikelen voorlopig nog geen sprake. En als we dan ook naar die eerste dagen van december gaan kijken, zien we nog wel dat die zachte lucht erg dicht bij ons in de buurt blijft. Dus temperaturen om en nabij het vriespunt zitten er voorlopig niet aan te komen. En zo eind november is de gemiddelde temperatuur in Nederland meestal zo'n 7 tot 10 graden. Dan nog even samenvattend. Voorlopig dus nat, winderig herfstweer. We houden vaak met die westenwind te maken en dus ook die lage drukgebieden die onze kant op komen. Temperatuur daardoor ook vrij constant en voorlopig geen winterse perikelen met temperaturen rond het vriespunt of sneeuwval. Dus winter is niet in aantocht, het blijft voorlopig nog echt herfstachtig. En dan als laatste nog heel even een kort berichtje van mij. Dit is voorlopig mijn allerlaatste weerbericht bij Weerplaza. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken de afgelopen 2 jaar. Ik heb dit met ontzettend veel plezier gedaan. Mijn collega's blijven hier heel erg mooi werk verzetten. Dus ik zou zeggen, blijf Weerplaza vooral lekker volgen. Dan zwaai ik hem af voor nu en dan wens ik jullie nog een hele fijne dag.